mensen, Rask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe City Skylines aflevering hier op mijn kanaal Rask Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven waren, want in de vorige aflevering hebben wij natuurlijk deze gehele stad opgebouwd en hebben we eigenlijk alles ingedeeld met verschillende huizen, winkels, kantoorruimtes, scholen en ga zo maar door. En dit is eigenlijk ook wel zo goed als af. We kunnen dit gedeelte nog wel een beetje indelen, maar daar komen we later wel op terug. Het enige wat ik nog wel even snel ga neerzetten zijn een aantal parkjes. Want die hebben we nog helemaal hier niet neergezet. Dus laten we hier een plaza neerzetten. Laten we aan de andere kant ook een plazaatje neerzetten. Sorry dat ik je huis verwijderd, maar het spijt me, oké. En laten we nog gewoon twee parkjes in het midden zetten. Zullen we daar eentje neerzetten en daar eentje neerzetten. Zo moeten ze wel blij zijn, denk ik. Even kijken, zijn ze blij? Gaat het allemaal naar het juiste hoge niveau? Ja, hè, kijk. Ja, oké, nice. En natuurlijk moeten we hier de metrolijn nog opengooien. Want die mag nu ook gebruikt worden. Mensen zijn er niet zo blij mee. Dat komt omdat het redelijk wat geluid met zich meebrengt. Maar ja, dan had je daar niet moeten gaan wonen, hè. Dan had je daar niet moeten gaan wonen. Vind je deze serie nog leuk, by the way? Ram natuurlijk zo'n skyline op. Zou ik super, super dope vinden. We zitten op het moment met op 86.575 inwoners. Dus het gaat natuurlijk richting die 90.000 en daarna ook 100.000. En alles verloopt eigenlijk nog lekker in de stad. Behalve dat ze geen stroom meer hebben. Nou, dat kunnen we heel makkelijk oplossen door gewoon een solar plant erbij te bouwen. Hoppatee. Dan hebben ze, als het goed is, wel gewoon stroom. Even aankijken. Hebben jullie weer stroom, jongens? Hebben jullie weer stroom, jongens? Ja, hè? Goed zo, hoor. Goed gedaan. Awesome, awesome, awesome. Er is een kleine overstroming gaande. Ik zal je uitleggen waarom. Ik heb namelijk, als we even naar het schepje gaan, letterlijk de hele rivier, zoals je kan zien, helemaal door, heb ik een stukje lager gelegd. Oftewel, het waterpeil is, zoals je kan zien, ook een stuk omlaag gegaan. Wat inhoudt dat het gewoon allemaal net eventjes ietsje chiller loopt. Dus het waterpeil die is gewoon mooi omlaag gegaan. Wat ik zelf wel chill vind. Want het stond eigenlijk net wel ietsje te hoog. Dus vandaar. Alleen ja, er is wel een golfje door ontstaan. Waardoor nu een klein beetje hier het onder water ligt. Maar dan moeten ze maar even meeleven. Daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar waar ik vandaag aan wil gaan beginnen is, ik wil vandaag gaan beginnen aan het nieuwe gedeelte Hero. Om hier ja, een nieuw gedeelte te maken. Met letterlijk alles, maar ook echt alles erop en eraan. En ik wil misschien ook wel een groot vliegveld hier nog gaan aanleggen. Ik heb sowieso de grond in dit gebied heb ik allemaal gelijk gemaakt. Oftewel, van de snelweg tot aan het stukje waar hier de berg een beetje wordt ingehapt. Is het allemaal gelijke grond. Alles is gewoon recht. Alles is mooi fijn gemaakt. En hebben we dus ook geen last van dat het opeens een bergje in de grond zit. Dat er eens een gat in de grond zit of wat dan ook. Het is allemaal recht. Maar ook echt recht, recht. Dus laten we beginnen bij het begin. Laten we gewoon een weg gaan aanleggen hier. Hoppatee. We kiezen voor de vierbaansweg met boompjes in het midden. En dan gaan we gewoon neerleggen. Laten we hem uitbreiden naar 6400. Doen we hetzelfde aan de andere kant. 6400. We moeten even deze weg weg. Waarom ligt deze weg hier? Geen idee. Maar je moet eventjes weg. Want ik heb niks aan je namelijk. 6400. Ik heb ook dit treinstation dat er ligt. Waar nu ook criminaliteit is. Geen flauw idee waarom. Die heb ik precies, maar ook echt precies, in het midden van de stad laten uitkomen. Zoals je kan zien. Dus dit is precies het middelpunt. En de trein die stopt er nog niet op dit moment. En dan komt dat die uitstaat. Omdat er natuurlijk nog niemand woont. Niemand die loopt hier nog. Niemand is hier nog. Dus het is natuurlijk niet nodig om aan te zetten. Maar dat ligt echt precies. Maar ook echt precies in het middelpunt. Wat ik ga doen is, ik ga er sowieso eentje vanaf knippen aan alle twee kanten. En dan moeten we sowieso eerst eventjes een bochtje erin maken. En ik heb best wel, oh, dat was de verkeerde knop. Ik heb best wel een leuk idee hiervoor. Maar ja, ik moet het natuurlijk nog wel kunnen uitwerken. En dat is altijd het lastige. Maar ik denk wel dat het moet lukken. Dus laten we even goed kijken. Dan breiden we hem hier ook even uit. Het is een beetje lastig te zien met die sneeuw. Maar daar moet hij en daar moet hij. En dan komt hij hier in een rechte lijn te liggen zo. Ja. En dan moeten we heel veel kijken wat we als middelpunt willen doen. Want we hebben best wel een groot gebied zoals je kan zien. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen, we maken dit het middelpunt, 8000. En dat is best wel een groot stuk. Nee, we moeten hem ietsje kleiner maken. Laten we hem eentje eraf halen. Dus dan wordt hij, even kijken hoe lang.
Dan wordt hij, ik moet het even tellen namelijk. Ongeveer 6400. Hij wordt 6400 langer. Dus we moeten dat aan de andere kant ook doen. En dan hebben we eigenlijk een middelpunt hebben we te pakken. 6400. En dan wordt dit dus, want als het goed is komen ze nu op elkaar uit, het middelpunt. Ja, hè. Nee, hij moet iets langer. Wordt dit het middelpunt? Serieus, kom je nou echt niet op elkaar uit gewoon? Wat is deze nou dan, jongens? Dat vind ik niet leuk van jullie. Dan heb ik net één klein foutje gemaakt ergens. Wacht. 6400. En... 6400. Nu komen ze bij elkaar uit. Zo moeilijk was het nou ook weer niet. En wat ik dan wil gaan doen, is ik wil een rondje precies hier in het midden leggen. In een vierkantje. En daar in het rondje ook weer een vierkantje. Dus dat gaat best wel lastig worden. Maar dat moet wel lukken eigenlijk. We brengen hem 3 naar voren. 3 naar voren. En er wordt nog wel een groot rondje, hè. Ja, laten we 4 naar voren brengen. Nog eentje erbij. En dan beginnen we eerst met het rondje. Dus die kunnen we nu alvast neerleggen. Even zo'n rechtstukje. En dan om dat rondje maken we later een vierkantje. En in het rondje maken we ook nog eens een vierkantje. Dan moet het nu alleen even kijken wat het middelpunt gaat worden. Dus als we hem 1, 2, 3, 4 naar voren laten gaan. 1, 2, 3, 4. En dan ook 4 naar de zijkant. Dan komt hij daar uit. Dus dat moet het middelpunt worden. 4 bij 1, 2, 3, 4. Dan komt het perfect uit. Doen we het aan de onderkant ook. 1, 2, 3, 4. Zo. En aan deze kant ook. Even goed laten uitkomen. Ja, dan moet je dus niet daaruit gaan komen. Even de road guidelines uit, want die verstoren het altijd. Moet je daaruit komen, ja. En dan kunnen we nu gewoon een normaal wegje ertussen leggen zo. Hoppatee. Hoppatee. En dan moet eigenlijk de weg nog wel worden afgemaakt aan natuurlijk de onderkant. Dus dan moet die hier worden doorgelegd, ook voor 6400. En dan ligt dat rondje dus eigenlijk precies... in het midden. En daar vanaf wil ik ook gaan werken. Dan moet hier nog een hoekje erop komen. Het is altijd lastig te zien met die bomen. Maar het moet wel even goed gedaan worden. Zo. En hier ook. Je ziet dat het best wel dicht al bij de andere stad ligt. Maar dit wordt echt... dit wordt serieus echt een joekel. Maar ik krijg een joekel van een stad. En wat ik ook hierin wil gaan doen. En dat is wel even tricky. Ik wil er een aparte... buslijn in laten lopen. Oftewel, we laten de bus niet op de normale weg rijden. Maar we laten de bus op een aparte buslijn in de stad rondjes rijden. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Maar dan gaan we maar op één manier achterkomen natuurlijk. Ja, hier gaat dus weer een vierkantje inkomen. Ja. Deze manier. Even kijken zo, hè. Ja, dat kan wel. Dus hier komt gewoon een vierkant in zo. En daar komt ook weer een vierkant omheen. En eigenlijk heb ik hier best wel een briljant idee voor. Wacht. Ik heb een idee. Jan heeft een idee hoor. Dan gaat het komen hoor jongens. Dan leggen we hier nog een vierkant omheen. Het moet eventjes allemaal gelijk met elkaar gebeuren. Anders gaat het natuurlijk zo meteen niet meer uitkomen. Zo. Ik heb een idee hoor. Hop. 4800. Op 4800, connecten met elkaar. Het ziet er al dope uit, maar let op deze, ik heb een idee. We pakken de grond. We zetten de grond op 150, daar staat hij al op. En we gooien hem helemaal omhoog. Als dit gaat werken, jongen, dan ben ik echt blij. We gooien alleen hier de weg omhoog. Zo ook in het midden zo, hoppatee. Zo, een beetje inkleuren. Een beetje langs de rand nog goed leggen. Alles op dezelfde hoogte is, alles met elkaar klopt. De bomen die kloppen nog niet helemaal, maar die moeten we later gewoon even weghalen. Zo, en dan moeten we nu kijken... of wij... Oh, het ziet er best wel dope uit, ouwe. Eerlijk, het ziet er best wel dope uit al. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar het lijkt een beetje op een oog of zo.
Ik heb echt geen idee. Ik weet niet waar het op lijkt ook. Dan haal ik deze weg, haal ik weg. En dan breng ik die naar boven toe. Komt dat mooi uit? Ja, oké. En dan moeten we de weg in het midden nog wel met elkaar connecten. Oh my god. Dit is vet. Ik kan ze zo... Nee, ik pak ze wel in een hoek van 135 graden. Dat is namelijk het midden. 135. Oh my god. Ik had een idee in mijn hoofd, maar eigenlijk niet dit idee. Maar het kwam opeens in me op. Dat we natuurlijk ook gewoon een beetje de grond kunnen... kunnen verstellen als het ware. 135, ik kan het niet zien in die sneeuw. 132, 135. Zo. Dan zit die weg ook weer met elkaar connect. Dit is wel vet. Dan moeten we eigenlijk op deze berg... moeten we een monument neerzetten. Wacht, we maken even een weggetje voor het monument. Even de roodrijlijn aan, want dan weet ik waar ik hem moet snappen. Doe gewoon zo. Brengen we naar voren. En dan moet hier een monument komen. Ik weet alleen niet welk monument. Wat hebben we allemaal? Even kijken hoor. Wij hebben een Snow Castle restaurant. Dat is eigenlijk ook wel dope. Oh, wauw. Is wel dope, maar dat ga ik niet doen. We moeten echt een monument hebben. We hebben een meteorietsteen. We hebben een Mall of Moderation. Nou, daar heb je ook niet zoveel aan. We hebben een Grand Mall. We hebben een Tax Office. Een piramide. Een stadion. Een theater van wonder. Een kathedraal. Gaat die hier kunnen passen? Hij kan net niet in het midden. Hij moet in het midden kunnen komen. Wacht even. Volgens mij ligt dit weggetje namelijk niet precies in het midden. Wacht. Laat me dit fixen. Hij moet in het midden uit kunnen komen namelijk. Dan moet ik even gaan tellen, denk ik. Ja, dan moet ik gaan tellen, hè. Ja, wacht. Hij moet in het midden uitkomen nu ook. Wij hebben 1360. De helft van 1360 is... Hoeveel is dat, jongens? Uh-oh, hier komt de rekenskills naar boven. 600, 650, 680. Toch? Ja, 680. Oké. Okay. Dan moet hij dus naar 680 toe. Dan is dit precies het midden. Dit. Dit is het midden. En dan kijken wij... 1, 2, 3, 4... En 3-4. Of die kathedraal, kan die precies in het midden? Nee, net niet, hè? Oh, hij komt net niet goed uit. Dan moeten we... Dan hebben we nog iets anders moois. Oh, wow, wat is dit, joh? Deze kan wel in het midden, namelijk. Is dit ding groot? Oh, dat valt nog wel mee, eigenlijk. Ik weet niet wat het allemaal is, joh. Eddie Convanago. Hebben we een hele... Oh, yo, dit is ook een joekel van het ding, joh. Holy knetter. Pinoa Street. Dude, dit ding is echt joekel groot. Holy knetter. Holy knetter. Dit is de grootste toren ooit, man. Wajo. Ja, die past hier echt perfect eigenlijk. Wajo. Oké, dan moeten we even die weg goed neerleggen. Want die wil ik daar connecten en daar niet. En dan eigenlijk... Moeten we hiernaast moeten we een doodlopend weggetje maken. Op die manier. En daar moeten nog wat parkjes komen te staan eromheen. Gewoon een beetje coole parkjes. Even iets cools hoor. Hebben we nog een cooler parkje? Even snel checken wat we allemaal hebben. Die past er nog wel mooi tussen. Nee, ja, kijk, dan delen we het een beetje mooi in zo. Moeten we ze wel heel even offzetten, want er woont hier natuurlijk nog niemand. Dus niks hoeft nog aan eigenlijk. Dus we moeten even alles uitzetten, want anders hebben ze geen elektriciteit en nog geen water. Want dat ligt er nog helemaal niet. Dat moet ik natuurlijk nog allemaal aanleggen. En misschien... Kan je hier een weg onderdoor krijgen of niet? Dat past net niet, denk ik, hè? Hij gaat er niet onderdoor kunnen. Dat is wel jammer. Anders was het helemaal dope geweest.
Ja, dit ziet er wel echt hard uit. Precies in het middelpunt van de stad. Maar ook echt het midden van het midden. Hebben we dit monument neergezet. Oh my god. En weet je wat nog vetter is? We kunnen namelijk een park maken zoals ik al zei. Een citypark. Ernaast neer te zetten. Ja. We kunnen hier zelf nog een citypark neerzetten. Gefeliciteerd. Je citypark is nu level 1. Dankjewel. Kan ik nog een main gate neerzetten? Ik weet niet of ik twee main gates kan gebruiken. Kan ik die weer met elkaar connecten dan? Moet wel lukken toch? Oh. Oh, dan worden het ook twee aparte parken. Oh, dat is nou jammer, hè. Dan kunnen we maar één main gate hebben. Ik zal sowieso even park area ervan maken. Even een beetje lelijk inkleuren. Ik zal het later even mooi doen, hoor. Maar nu even lelijk inkleuren zo. Dat is de park area klaar. Dan moet die wel even gesloten worden. Want, ja. Er is helemaal nog geen stroom hier. Er is helemaal nog niks hier, kan ik beter zeggen. Ja, dan laten we die wel gewoon hier uitkomen. Nee, ik leg de main gate leg ik wel aan de zijkant. En doen we de zijingangen. Doen we nog een zijingang bij. Dat bedoel ik. Main gate daar. En dan een zijingang. Een kleine, small main gate. Nee, dan moeten we een side gate. Ja, deze. Dan doen we een side gate aan de zijkant. Daar, daar komt hij nou ook precies goed uit. En dan moeten we natuurlijk even een hekje omheen gaan zetten. Op een mooie, spectaculaire manier. Oeh, komt eigenlijk nog mooi uit ook. Zet er eventjes een hekje omheen. Even de road guidelines weer uit. Want die stress hem helemaal de pan uit als je die aan laat staan. Tot daar. We willen niet dat iemand naar beneden dondert. Want dit hekje komt net niet goed uit. Eigenlijk. Wacht. Haal hem heel veel weg hoor. Hij moet namelijk eigenlijk gewoon schuin uitkomen. Nou ja, als je dat wil mag het ook. Ja, dan delen we die zo in. Helemaal naar de overkant. Hoppatee. En dan kan hij hier weer op connecten. Er staat er sowieso een hek omheen. Maar dan moet er natuurlijk ook nog wel een hek hier worden gespannen ertussenin. Zo, daar zit er sowieso een heel hek om ons parkje heen. En dan kunnen we hem gaan indelen. Holy, er staat gewoon een parkje keihoog op die berg, jongen. Oh, dat is vet. Dit vind ik leuk. Even zorgen dat er een weggetje ligt. Moet wel het weggetje even goed laten liggen. Dat die aan alle twee kanten gelijk loopt. Maar dat kan zo op zich wel. Even de road guidelines aan. Dan kan ik die namelijk gebruiken als hulpmiddel. Daar. En daar. En dan kunnen ze nu naar elkaar toe. Dan ligt het precies goed namelijk. Dan spannen we in het midden. Althans, of... Want ik heb nog een beter idee. Als we er nou zo een spannen. En zo een spannen. Die trekken we weer door. Nee, dat ga ik niet doen. Die trekken we... Vanaf daar weer naar de ingangen. Is dat dope? Hij loopt niet helemaal synchroon. Maar dat komt omdat de main gate ingang natuurlijk veel groter is dan de side gate ingang. Maar eigenlijk vind ik het zo wel dope. En dan kunnen we zelfs nog zo een weggetje erbij spannen. Zo. Hoeft ook niet, een parkje hoeft niet helemaal synchroon te zijn natuurlijk. Dus vandaar. En dan kunnen we even kijken wat we kunnen neerzetten. We hebben een Park Plaza. Dat is een plekje met verschillende bomen en een fontein. Hé, hey, wie wil dat nou niet hebben, hè? Wie wil dat nou niet? Die kunnen we wel een beetje bij de main gate zetten, zo. Hoppatee. Dan hebben we nog eens een park café. Nou, die moet wel een beetje in het midden staan. Zodat je een beetje een mooie omgeving hebt om te eten. Laten we die gewoon, ja, hier neerzetten, zo. En dan hebben we nog eens een park toilet. Oftewel, een plekje waar ze naar de wc kunnen. Nou, die zetten we gewoon bij de ingangen neer. Zetten we daar een wc'tje neer. En hier naast de main ingang ook nog een wc'tje. Kunnen mensen sowieso plassen wanneer ze willen. En dan hebben we nog eens een park infoboot. Oftewel voor informatie. Die kunnen we het beste een beetje aan de zijkant zetten. Hier gaat hij niet passen. Dus dan komt hij net langs het hekje.
Daar, denk ik, zo. Op het moment dat we level omhoog gaan, spelen we natuurlijk weer meer dingen vrij. Zoals een spelbord. Zoals een pier. Maar een pier kunnen we helaas niet neerzetten. Zoals bijvoorbeeld een gazebo. Geen idee wat het is. Zoals een andere gazebo. Zoals een trampolinepark. En ga zo maar door. Dus we kunnen dit park wel gewoon mooi indelen. Ik moet wel even alles op off zetten, omdat er hier nog helemaal geen stroom en water ligt. Plus, er is ook geen enkele gek die hier naartoe gaat. Want dit gedeelte zit nog helemaal niet connected met de snelweg. Dus vandaar. En als je ook kijkt nu. Het treinstation kijkt precies uit op het monument zoals je kan zien. Want hij staat precies, maar ook echt precies in het midden. Holy knetter. Wat is er aan de hand, jongens? Er is zo te zien nog wateroverlast. Van de water. Ik weet alleen niet waarom. Want ik heb letterlijk de hele rivier verlaagd gewoon. Als het goed is, moet dit vanzelf weggaan. Ik kijk het heel eventjes aan. Als het goed is, gaat het vanzelf weg. Het zit wel echt precies bij het vuilnisbeltje. En ik weet niet waarom het waterpeil nu opeens hoger is. Ik heb letterlijk de hele rivier verlaagd gewoon. Maar ook echt letterlijk de hele rivier. Want als we kijken hier naar de grond, dan zie je gewoon dat het helemaal overal, zelfs buiten mijn stad, dat het verlaagd is. Oftewel, het moet niet meer kunnen dat het overstroomt. En anders, als het nog wel overstroomt, dan moet ik het nog wel iets lager maken. Maar het kan ook zo zijn dat de golf... holy knetter, de brand hier eventjes iets, joh. Wow, yo. Het kan ook zo zijn dat de golf, zeg maar, de golfslag... nu over de rand heen komt. Dus ik denk dat ik hem nog ietsje verder moet verlagen allemaal. En dat we er dan geen last meer van hebben. Want je ziet nu gewoon dat er stukjes... volkomen met water. Maar ja, daar leren we natuurlijk weer van. Want ja, we hebben gewoon de rivier iets smaller gemaakt. We hebben hem nu iets lager gemaakt. Maar we moeten hem overal nog iets lager maken. Dan is het probleem eigenlijk opgelost. Maar ja, niks aan het doen. Kunnen we eigenlijk de raket alweer laten opstijgen? Oeh, bijna. Oeh, bijna. Er zijn twee raketten gecanceld omdat ik hem niet op tijd heb laten opstijgen. Dus dat is weer jammer. Maar ik vind het serieus wel dope geworden gewoon. Ik wil er eigenlijk nog iets meer mee doen. Maar ik zou nu even niet 1, 2, 3 weten wat. Maar wat we wel een keertje kunnen gaan doen is... We kunnen bijvoorbeeld echt verschillende levels gaan maken. Dat bijvoorbeeld de binnenkant is heel hoog. Dan gaat het iets lager, gaat het iets lager, gaat het iets lager. Dat kan ook echt een heel erg vet effect krijgen gewoon. Maar dit vind ik nu wel al vet als ik eerlijk ben. Wat hebben we nu nog nodig hier? De wegen staan allemaal met elkaar geconnect. We kunnen alvast beginnen een beetje aan de busbaan. Want ik wil, zoals ik dus zei, een aparte busbaan door de stad laten lopen. Even kijken, bus. Dus laten we dat sowieso alvast gaan doen. Moet ik alleen even kijken hoe we dat precies gaan doen. Want ze moeten wel weer, als ze van de bus afstappen, moeten ze wel weer naar de weg kunnen komen. Dus eigenlijk moeten we een voetpad moeten we ertussen maken op verschillende punten. Bijvoorbeeld als ik hier de trein wil laten lopen, moeten we een voetpad zo krijgen. Zo. En dan hier willen we natuurlijk ook weer een voetpad krijgen. Hij zit daar. Twee uit de bocht, dus dat is hier. En dan wil ik hier tussen wil ik dan de baan laten lopen. Even kijken hoe dat uitkomt hoor. Als het goed is moet dat wel kunnen namelijk. Ja! Oké, dope. Dus dit is de busbaan nu. Daar komen ook alleen maar, maar ik echt alleen maar bussen op. En dan kunnen we zelfs nog hier het even met elkaar connecten zo. Hoppatee. We kunnen ze namelijk ook naar de trein lopen als ze dat willen. Dus dat is wat dope. En die busbaan moet wel door de hele stad gaan lopen. Dus eigenlijk moeten we gewoon nu zo doortrekken. Zodat hij gewoon door de stad komt te rijden. Dus als we hem hier gewoon laten oversteken op die manier. Dan kan ik alleen wel weinig huizen plaatsen als ik dat doe. Dan kan ik hem denk ik beter hier zo laten rijden. Net iets verder weg. Laten we dat doen. Pakken we heel eventjes zo'n weggetje erbij. Ja, laten we gewoon 240 daar lopen, denk ik. Ik kijk heel eventjes aan. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar ik denk wel dat het vet is als je de bus gewoon net ernaast laat lopen. Maar ik moet heel even kijken waar de weg nu komt te liggen. Ja, dat is eigenlijk perfect. Dit is eigenlijk perfect gewoon. Zo. En dan kan hij nu wel gewoon helemaal doorlopen. Hij kan zelfs, dat is denk ik nog wel wat beter, hier zo een stukje onder de grond gaan. Dus gaat hij hier gewoon onder de grond. 1, 2, oh.
1, 2, 3. Oh, dan moet hij wel goed uitkomen. Wacht even. Even denken hoor. Als we hem daar connecten, ja, dan moet hij vast hier wel onder de grond kunnen. 1, 2, 3. Ja, dat haalt hij. Awesome, ik hoor echt dikke donder, jongen. Poep. Die kwam niet goed uit. Die wel. En dan 1, 2, 3. Zo, dan komt hij weer boven. Nice. Dus dat werkt perfect. Alleen hij zit nu net weer goed, zie ik. Ik ben even Pietje Precies vandaag. I don't care. Het spijt me, maar I don't care. Ik wil het gewoon even goed doen nu. Ik vind het helemaal mooi. Dan doen we dat aan de andere kant ook nog even. Dat hij er ook onderdoor gaat, want dan heeft het verkeer er namelijk ook geen last van. Alleen die bomen staan in de weg. Bomen! Gaan jullie eens even weg gewoon, want ik vind jullie hier niet leuk staan namelijk nu. Onder de grond staan geen bomen. Gaan jullie even weg, anders kan ik het niet zien. Dank u. Zo, dan gaan we weer verder. Even kijken hoor. Ja, daar connect hij. Ja, dan gaat hij onder de grond. 1, 2, 3. Zo. Ja, dan gaat hij doorlopen. En dan komt hier weer 1, 2, 3 boven de grond. Zo. Nee. Spijt me. 1, 2, 3. Zet die rode guidelines uit. Hij moet... Ah, ik zie al wat. Ik ben echt Pietje Precies nu. Dit hoef ik helemaal niet zo te doen, maar... Weet je, ik vind het wel een keer leuk om dat te doen. Hoezo komt hij nou niet precies in het midden, man? Wat is dit voor onzin dan? Hij moet, als het goed is, gewoon er kunnen uitkomen, hoor. Als hij nu niet werkt, dan heb ik pech. Dan is mijn Pietje Precies... weggestuurd. Ja! Yeah! Victory! Victory! Oké, nice. Dan laten we hem hier gewoon doorlopen. Dan moeten we hem hier ook nog wel even connecten. Even kijken. Rood guidelines even aan. Ik connect hem nu maar op een paar puntjes hoor. We zullen dat laten veranderen in meerdere punten. Maar we doen het nu op een paar puntjes. En zodra ik weet waar ik de bushaltes maak, dan doen we dit op meerdere punten. Alleen nu is het alleen eventjes om die busbaan aan te leggen op die manier. Zo. Connecten we deze ook weer verder. Daar ja. Awesome. Connecten we deze ook weer verder. Daar ja. Awesome. En dan loopt er dus nu eigenlijk een bus. Zoals ik kan zien van de ingang van de stad. Helemaal door naar de andere kant. Waardoor mensen ja, dus eigenlijk gewoon de bus kunnen pakken. En geen last hebben van het overige verkeer. Dus ook al staat er file in mijn stad... Dan heeft de bus daar geen last van, omdat hij zijn eigen weg heeft. We moeten hem nog wel een beetje extra gaan uitbreiden en... Oh, het afval wordt niet opgehaald. En dan moet het afval ook worden opgehaald. Het afval werd waarschijnlijk niet opgehaald, omdat hier net dit onder water stond. Dus vandaar. Maar je ziet het water is nu wel goed, hè? Ja. Het water is nu wel onder controle. Dus ik denk gewoon dat er een golf langskwam. Waardoor dus eigenlijk de gebieden nog onder water kwamen te staan. Want nu is het wel gewoon goed allemaal. Het water staat net iets lager dan het stond. Dus ik denk gewoon dat er een grote golf langs kwam. En we kunnen de raket bijna opstijgen. Nou, wat wil je nog meer? Ik hoop jongens dat jullie hebben genoten van deze video. Het water hier staat ook heel hoog. Dus die moeten we ook even gaan verlagen. Maar dat doen we de volgende keer. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Super leuk dat jullie erbij waren. Vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Bye bye.